Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland. En aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 72 is Het komt goed van Toontellige. Hè? Alweer Toontellige, zul je misschien denken. Ja, er is iets merkwaardigs aan de hand. Met Het komt goed erbij is deze schrijver inmiddels met 4 titels in de lijst terug te vinden dit jaar. Er is sprake van een soort Tellegen revival. Ik zou niet weten hoe ik het anders moet noemen. Zijn meest succesvolle jaren waren tot nu toe 2005 en het afgelopen jaar, 2021, toen er 2 titels in de bestsellerlijst terug te vinden waren. En van 2004 tot en met 2009 was Tellegen overigens elk jaar in de lijst terug te vinden. Maar vervolgens 7 jaar niet meer. Een soort zwart gat in het Tellegen bestseller bestaan. Maar sinds 2017 weet de boekkoper hem weer te vinden met dit jaar als een soort mogelijke climax, niet wetende wat er nog staat te gebeuren. Het is duidelijk dat de marketingmachine rondom de schrijver van dierenfabels op volle toeren draait en momenteel een succesvolle aanpak kent. Het boek Het komt goed doet een beetje denken aan het vorig jaar verschenen boekje Dankjewel, dat ik al eerder besprak dit jaar. De titel Het komt goed doet ook suggereren dat het om een geschenk kan gaan met een knuffelende giraf en een vlinder op het omslag. Een boek dat de koper als een veilig en warm cadeau kan geven aan iemand met zorgen. Er zijn wel een paar verschillen te noemen. Het komt goed is wel dikker en de verhalen lijken in dit geval niet te zijn uitgekozen op basis van een frase, zoals de frase dankjewel in dit boek. En toch nog een detail: waar het zwijntje op het omslag van Dankjewel niet terug te vinden was in de verhalen, ben ik weliswaar geen vlinder tegengekomen in dit boek, maar wel een zorgeloze giraf. Bleke steeltjes, zei hij. Nee, die heb ik nog nooit gehad. Ik heb helemaal nog nooit wat gemankeerd, volgens mij. Dit boek bestaat uit 31 dierverhalen die al eerder zijn verschenen. Dat recyclen van verhalen is overigens weer een overeenkomst met dat andere geschenkboek. En 3 verhalen komen zelfs uit het vorig jaar nog verschenen boek De Egel, dat ben ik. Dus mocht er hardcore Tellegen-fans zijn die op zoek zijn naar nieuwe verhalen, dan biedt dit boek geen uitkomst. In de verhalen uit dit boek wordt de eekhoorn het meest opgevoerd. Niet alleen als hoofdpersoon, maar ook als sidekick. En het opvallende is dat zijn acties een beetje haak staan op het thema goed maken. Als hij de vlieg wil helpen die niet geholpen hoeft te worden, resulteert dat in een woedeuitbarsting. Hij wordt ziek, hij laat zich bewust uit een boom vallen zonder te weten waarom hij dat doet. Hij krijgt geen hulp geboden als er een boom op zijn staart valt. En het hoogtepunt qua onbeholpenheid is zijn wat ongemakkelijke aanwezigheid bij de zieke sprinkhaan. Midden in de nacht sloeg de sprinkhaan zijn ogen open en zag hem zitten. Dag eekhoorn, fluisterde hij. Dag sprinkhaan, zei de eekhoorn. Ik ben geloof ik ziek, hè? Ja. Ze keken elkaar aan en zeiden verder niets. De eekhoorn bleef zitten tot de sprinkhaan vroeg in de ochtend weer beter was en nergens meer pijn had. Toen ging hij naar huis. Toch sluit het thema van goedmaken wel aan op de verhalen van Toontelligen, waarin dieren ziek worden en zich zorgen maken, nadenken over abstracte ideeën of zwaarmoedige gevoelens en het resulteert dan vaak in berusting. De eekhoorn zweeg en dacht hoe ver iets binnenin hem wel zou kunnen gaan. En hij vroeg zich af of er zich in zijn diepste binnenste ergens een open plek bevond en of alle pijn die hij ooit had gevoeld daar misschien nog was. De verhalen van Toontelligen bevatten een zekere voorspelbaarheid qua onderwerp, qua opbouw, qua lengte. En het bevat vaste karaktereigenschappen van de dieren. De olifant blijft in bomen klimmen, de muis is bezig met zijn ego, de mier weet alles beter en het vuurvliegje haalt tenslotte zijn gloeiende schouders op. Toch is het mooie dat elk van die verhalen wel weer een zekere onvoorspelbaarheid bevat. Echt goedkomen is dus niet aan de orde in Het komt goed. Daarvoor zijn de dieren te zelfbewust, te zorgelijk en te veel op zoek naar de kieren van hun bestaan. Gelukkig maar. Word nu ook een lezer des Vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des Vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.